Hele goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag. Het is vrijdag 23 maart uit mijn hoofd. Ik weet niet zeker of ik het nog goed zeg. 22 of 23 maart. Ik ga zo meteen weg. Ik heb me helemaal omgekleed. Ik heb deze trui aan van H&M. Wat ik vandaag ga doen is, ik heb zo meteen met Nina afgesproken om een kopje koffie te gaan drinken. En we moeten nog naar een feestwinkel. Zij moet naar een feestwinkel en ik ga gezellig even mee. Dus dat, het is nu 2:30 en ik ga nu weg en ik neem jullie met. Nu in de stad en ik ben met mijn grote vriendin. Oh, je ziet Nick, oh, je Nina, yay! En we hebben net foto's gemaakt en ik heb tegenlicht. We hebben net foto's gemaakt bij deze hele zwarte muur, super tof. En super, ja. Dus dat is super tof. Oh my god, oh my god, oh my god. Check dit. Dat is grappig. Ik ga stuk om mijn hoofd. Zo van, oh, hallo. Hele goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is nu 4:30. Ik ben nu lekker een vlogje aan het kijken van M.E. van der Pijl. Maar wat ik jullie wel nu wil laten zien, is omdat deze vlog niet zo heel boeiend is. Zat ik laatst op mijn mobiel te kijken en toen kwam ik allemaal filmpjes tegen van toen ik in Maastricht was, een paar maanden geleden, 2 of zo, met kerst. Maar ik heb toen ook gevlogd. En dat wil ik graag met jullie delen. Dus hier zijn de beelden die ik heb gemaakt toen ik in Maastricht was. Dus we gaan heel even terug de tijd in en geniet van de beelden die ik heb gemaakt. Mijn vlog in Maastricht. Een hele goede morgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. Welke datum is vandaag, Quinn? 23? 22? 22 december. En ik lig niet thuis. Ik lig in een hotel. En we slapen trouwens in een designhotel. We zijn gisteren aangekomen. We hebben gisteren de hele dag in Maastricht rondgelopen. En dat heb ik helaas niet gevlogd. Maar vandaag ga ik wel vloggen, omdat het me leuk leek. Om dit toch even vast te leggen als herinnering. Het is wel echt hier een troep. Ik ben trouwens gisteren helemaal losgegaan bij de H&M. Ik heb letterlijk 7 items gekocht voor 37 euro. Dus dat is niet zo heel duur, vond ik. Dus ik ga jullie nu even een toertje geven door de hotelkamer. En dan neem ik jullie gewoon weer mee vandaag. Oké, dit is trouwens het uitzicht van uit ons hotelkamertje. En daar zit zeg maar een bakkertje. En daar zit zeg maar het station van Maastricht. Cute. Dat ziet er toch uit. Kijk nou. Ziet er zo leuk uit. Vooral dat. We zijn dus nu in het hotel. We staan dus nu in de gym. Kijk. En we staan dus nu in de gym en ik zit op zo'n zit. Ik ben niet bezig, gymmen. En nou, ik ga jullie even een toertje geven. Nou, je hebt hier dan dit apparaat, Quincy op de loopband, mama op dit gekke ding, twee fietsen, een televisie, Karel aan het sporten, lekker bezig. Au! En hier kan je trouwens je ballet. Als je de hotelkamer binnenkomt, dan is dit wat je eigenlijk ziet. Let trouwens niet op de rommel, want het moet helemaal opgeruimd worden. Maar ik dacht, ik neem deze quick home tour / room tour even op. Nou, als eerste deur zit hier de wc. Super mooi en lekker groot ook. Nou, hier is de badkamer eigenlijk. Hey, dit ben ik. Nou, met een plankje waar ik mijn toilet op kan zetten. Mijn parfum van The Voice. De Nivea, tandpasta, patatabas, blablabla, douchebak, droogshampoo. Hier is de kamer, zetel met dit ding, steltang van mijn zus. Hier nog een spiegel, hey. Hier de douche, een hele mooie douche. En hele mooie dingen en zo. Nou, dan heb je hier een kast, met daarin een föhn. Dit. Hierin, hier is er niks in. En hier zit de kluisje en de koelkast. En dan is dit de kamer.
Nou, het hele lekkere bed. Nee. En dit was zeg maar mijn kant. We hebben gisteren ook Mackie op, dus dat is de Ravage. H&M, het was van gisteren geshopt, de dingetjes. Sneak peek. En dan ga ik zo meteen even een shoplog op nemen. En dan dit. Deukentje. Schoenen. Bed. Nou, dan gaan we hierheen. Hier is de televisie. Met Quinty de koffer. En dan hier een tafeltje. En dan twee stoelen. En dan is dit ons hele mooie uitzicht. Nee, ik zit dus nu in de shoplogstemming. En ik wil jullie wat laten zien. Ik heb wat dingetjes gekocht gisteren in de stad. Dat heb ik helaas niet gevlogd. Maar het is wel een hele grote tas van H&M. We gaan zo meteen ook nog een ander deel doen. Dus daar neem ik jullie wel mee naartoe vandaag. Maar ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht. Er is heel veel sale. Dus laten we beginnen. Nou, als eerste heb ik deze gekocht die ik nu aan heb. Deze zwarte hoodie. Nou, niet hoodie, maar gewoon trui. En dat kan je dan zeg maar zo doen met een leuk colletje. Super tof. En die was maar 10 euro. Dan heb ik, even kijken, deze roze trui gekocht. Ook heel erg leuk. En deze was ook in de sale voor ook maar 10 euro. En vervolgens heb ik deze die ik nu aan heb ook in het grijs gekocht. Die vond ik ook heel leuk. En die was dus maar 8 euro. Dus ik snapte niet helemaal waar wat vandaan kwam. Dan heb ik een grijze trui gekocht. Ik ga het trouwens niet allemaal laten zien in de, zeg maar, qua aanbeelden. Maar jullie gaan het gewoon allemaal zien in de vlogs die over een tijdje online komen hoor. Dan deze trui. Vond ik ook heel erg tof. En deze was ook een tientje. En dan heb ik nog 3 paar sokken gekocht. Dan heb ik 3 paar sokken gekocht. Als eerste deze. Deze heeft mijn moeder uitgekozen met een soort, ja, wat is het? Panterprint. Deze heb ik ook gekocht. Met allemaal van die leuke mopshondjes erop. Die vond ik echt super cute. En gewoon 7 paar enkel sokjes. En deze waren 2,99. Die mopshondjes waren 1,99. En die 1 paar panterprint was 99 cent. En ja. En ik was in totaal, waar is de bon? Iets van 34 euro kwijt. En dat komt omdat ik, in totaal was ik 34 euro kwijt. En dat komt omdat ik op alles nog een keer 20% korting kreeg. Omdat ik clubmember was van de H&M. Dus ja, ik vind dat best wel, ben aardig geslaagd. Ik heb 7 dingen voor 34 euro. Ik vind dat best wel goedkoop. Als je beseft dat 1 ding al 30 euro was. Dus ja, dus dat. Ik ga nu lekker eventjes nog ontspannen op bed. En dan ga ik jullie meenemen. Open up your dream. We were ordering some treats. You said it would be alright. I tried to stop you asking why. You started out to face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. We zijn dus net van Maastricht naar Valkenburg gereden in 20 minuutjes. En hier gaan we nu even lekker shoppen. En ze hebben hier achter een fotoshoot. En we gaan nu lekker warm choco drinken en poffertjes eten. En dan ga ik zo meteen weer gezellig verder filmen. Want het is hier te kerstachtig en dat moeten jullie allemaal even zien. Oké, dan waren dit alle beelden van Maastricht. Ik hoop dat jullie het nog leuk vonden. Het is trouwens echt super lekker weer buiten. Dat even terzijde. Hoekie, kom! Hoekie! Hoekie, kom! Vriendin, hallo! Hallo, liefie. That's my doggy. En ja, ik ga nog even lekker genieten van de zon. Van het weer. En even een vlogje verder kijken. En dan zie ik jullie zo. Oké, ik ben in mijn kamer. Bam, 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 bam. Ik ben in mijn kamer. Het is nu rond
6. Ik wil jullie wat laten zien, want ik heb net mijn kast helemaal herorganiseerd. Dus dat wil ik jullie nu even laten zien. Het is nog niet helemaal af. Dan ga ik jullie even mijn kast laten zien. Kijk, daar staan jullie nu op. Preview. Dus dat ga ik jullie nu even laten zien. Hier liggen dus al mijn truien. Ik heb er echt super veel. Dit is mijn favorite, Ronnie. En dan heb ik hier Justin Bieber. Nog meer Justin Bieber. Last clean sweater. Zo van roze, grijs. Dus dit is echt zeg maar grijs en roze. Oké, okay, en hier is mijn vest. Hier de USA trui. Wat is dit dan? Oh, zo'n colletje trui. Een kersttrui. Een wollen trui. Nog een trui. Nog een trui. Hier heb ik ook nog allemaal truien. Een grijze en een roze. Grijs. Grijs. Een soort van nude. En een zwarte. Hier heb ik mijn rode trui. Mijn nude trui. Zwart. Grijs. Dan heb ik hier alle broeken. Ik heb natuurlijk wel meer. Alleen heel veel zit ook in de was, zeg maar. Dus een pantalon, sportbroek, korte broek, korte broek. Korte broek, spijkerbroek. Grijze broek en een zwarte broek en riem. En hier liggen al mijn shirts en twee blazertjes. Deze heb ik laatst nieuw gekocht bij een vintage markje. En deze heb ik ook gekocht. En dan heb ik hier zeg maar nog de welbekende regenboogtas en de legerjas. En dan ben je de vlog aan het editen en dan kom je erachter dat je geen einde hebt gefilmd. Dus, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken voor een notificatie. En vergeet me ook zeker niet te volgen op social media, Instagram, Twitter en Snapchat. En dan zie ik jullie in de vlog die maandag voor jullie fresh online staat op mijn YouTube kanaal. Tot maandag. Doei doei!